Het revolutionaire van dit concept is dat we dus suikers gebruiken die niet verteerbaar zijn door de mens. En dat maakt een groot verschil. Dus de alliantie tussen de Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven gaat over het opzoeken van elkaars expertises en juiste expertises die ter plekke bij de wederzijdse universiteiten niet aanwezig is. In de scheikunde bijvoorbeeld zijn de Technische Universiteit vooral erg goed in chemistechnologie, terwijl aan de Universiteit Utrecht we bijzonder goed zijn in de moleculaire scheikunde. En niet je kinetisch product. Ja, precies. Ja, ik studeer dus scheikunde aan de Universiteit Utrecht. En ik ben nog bezig met mijn bachelor. Nu met mijn bachelor-eindproject, mijn bachelor-thesis dan. En die doe ik gecombineerd in Utrecht en in Eindhoven. Ja. En ik heb dus ook hier het... ze beginnen allemaal op een relatieve nul, maar die is dus anders. Die heb je zelf bepaald, hè? Ja. In Eindhoven doe ik vooral het theoretische gedeelte met berekeningen dus. En in Utrecht het praktische gedeelte. Dus ik sta hier... wel vaker op het lab ook. De studentenprijs is een prijs voor de studenten van zowel de Technische Universiteit Eindhoven als de Universiteit Utrecht, die hun aanmoedigt om een van de projecten die ze doen, namelijk een afstudeerproject, uit te voeren, zowel bij de ene als bij de andere universiteit. Ik heb dus vorig jaar de prijs van de Strategische Alliantie gewonnen. En ik heb die gewonnen omdat de jury vond dat mijn voorstel heel goed de kennis tussen Eindhoven en Utrecht combineerde. Toen dat ik echt hoorde dat ik gewonnen had, toen was ik wel echt onder de indruk en ook wel verbaasd. Maar ik vond het ook wel echt heel vet natuurlijk. Echt tof, ja. Mijn onderzoek gaat over de omzetting van niet verteerbare suikers naar biobrandstof. En het voordeel daarbij is dat er dus niet verteerbare suikers worden gebruikt. Dus dat houdt in dat je ook al het GFT-afval en alles wat we eigenlijk over hebben bij de voedselindustrie, maar ook bijvoorbeeld in de tuin, al die biomassa, die kunnen we dus gebruiken om biobrandstof te maken. Ja, we zitten nu echt op een punt dat we aan het onderzoeken zijn hoe dat we dit efficiënter en effectiever kunnen doen. Want het concept zelf is er wel al. Maar het is nog niet zo goed dat het echt toepasbaar is op grote schaal. Bijzonder is aan de prijs die Bart nu gewonnen heeft, is dat hij de expertise die hij zelf al opgedaan heeft in Utrecht, namelijk het maken van nieuwe katalysatoren, dat hij in Eindhoven kan gebruiken om daaraan te gaan rekenen, om uit te rekenen waarom dat nou precies een goede katalysator is. En dat is iets wat we hier minder goed kunnen. Dus op die manier kunnen we heel mooi gebruik maken van de competenties die er in Eindhoven aanwezig zijn. Ja, wat ik echt hoop is dat over 5 jaar dat we dan gewoon alle biomassa die eigenlijk beschikbaar is in deze wereld, wat enorm veel is, dat we die allemaal om kunnen zetten naar brandstof en dat mijn onderzoek daar echt mee geholpen zou hebben.